We zien hier dat Lorenzo een intelligente manier gevonden heeft om toch de dichte stallen die hier in Deurne zijn tot een soort sociale stallen voor zijn paarden te maken. Je ziet dat ze met die touwtjes de deuren half openzetten, of in ieder geval zo ver openzetten dat ze met hun hoofd naar buiten kunnen. En dat ze daarbij het water kunnen en ze hebben ook hooi. Dit is een hele slimme manier om te zorgen dat die paarden toch sociaal kunnen staan. Dat ze in ieder geval elkaar kunnen zien als ze aan het eten zijn. En dat ze waarschijnlijk vannacht ook elkaar kunnen zien als ze daarmee als ze aan het drinken of aan het eten zijn. Als ze willen dat ze elkaar kunnen zien. Dat is heel belangrijk voor paarden. Zeker bij die paarden van Lorenzo. Die functioneren als groep. En als je ze dus 23 uur per dag van elkaar afsluit, dan functioneert het niet meer als groep en dan werkt het niet meer. Ik vind dit slim bedacht dat hij dat op deze manier weet op te lossen in deze stallen die daar niet voor geschikt zijn. Hier kan je, ze hebben nu net de waterbakken weggehaald om te gaan vullen. En je ziet nu hoe ze dat gedaan hebben. Dat ze dus die deuren een klein op een kiertje zetten. Dat ze in ieder geval, dat je als het ware in dit soort stallen toch een individueel voerrek, om het maar zo te noemen, creëren. Ze kunnen bij het hooi, ze kunnen elkaar zien. En gewoon met een simpel touwtje kan je dus op deze manier toch je paarden houden. Ook al zijn deze stallen er niet geschikt voor. Ja. Ik heb Spaanse paarden. Mensen in Spaanse stallen die het ook zien doen. Waar ze een ketting hadden. Dan gaven ze hooi in de stal. Al die paarden gooiden het hooi naar buiten toe. En gingen dan buiten eten. Want dan kunnen ze tijdens het eten elkaar zien. En dat is toch 60-70% van hun tijd wat ze doen. Eten. En dan kunnen ze elkaar toch zien.